Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik ben XaPro Gamer en vandaag gaan we reageren op top 10 boze gamers. Ja, ik ben een gamer, maar ik ga uitzoeken of ik ook een van deze boze gamers ben. Om het iets verstaanbaarder te maken, ga ik pas reageren na de video. Dat is misschien iets beter. Nou ja, let's go! Welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal NavraxNL. Zoals jullie in de titel al kunnen zien, heb ik vandaag een top 10 van de meest boze gamers voor jullie gemaakt. En er zitten zeker wel een paar gestoorde gasten tussen. Nou, laten we die gestoorde gasten maar eens even zien. Ik zal jullie niet langer meer ophouden. Geniet van de video en hopelijk eindigen jullie niet als de mensen die jullie zo gaan zien. Ik hoop het ook niet, want luister, ik ben een gamer, maar ik ben toch geen gestoorde gamer. Of wel? Nou, let's go. Kijken of ik net zo ben als die guys op deze video. Nummer 10. Nummer 10. Oh my god, ik ben benieuwd. Oh my fucking Nummer. Zo ben ik dus niet. Want hij was echt zo van. Oh fucking god! Kutspel! Moet je dit horen? Oh my fucking god! Niet zo aan te stellen, man. Nummer 9. Oké, nummer 9, let's go. Waar? Je maakt zo many shape forehead jokes. Haha. Oh, is het true? Oh, no, what are you doing? What are you doing? Sweaty man. Je broke his teeth. Deed hij? Oké, luister. Ik dacht in de eerste instantie, deze guy valt wel mee in vergelijking met die vorige. Maar toen hoorde ik opeens zo boom! Wat was dat? Even nog een keer kijken. Ik weet even niet wat dat was. Oh, is het true? Zijn ze oh, no, what are you doing? Sweaty man. Oh, hij gooide die controller. Zo, daarom al die knal. Oh, daarom die knal. Zijn maat lacht hem gewoon uit, jongen. Dat is flauw. He's fucking fucking TV. Oh, shit. Oh my god. Nummer 8. Oké, luister. Die gast van nummer 9, ik dacht in eerste instantie, oké, zo ben ik ook als ik wel eens een game verlies. Denk ik van, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah, nee, waarom? Zo doe ik. Ah, nee, waarom? Maar, controller tegen de tv gooien? No way. Want dan heb ik al sowieso problemen met mijn ouders. Dus dat wil ik niet. Oh my goodness. Oké. Hij dacht van, ja, ik heb gewonnen. En opeens wordt hij boos en sloopt hij zijn fucking PC. What the fuck? Hij sloopt gewoon zijn fucking PC. Even opnieuw, dat zag er zo leuk uit. Oké, hier was hij echt van, ja, yes, ik heb gewonnen. En nu kijkt hij echt van, oh nee, mijn game is uitgevallen, wat nu? En hier werd hij een gamer, een gekke gamer, die naar het gekkenhuis moest. Nee, hier leek hij iemand die uit het gekkenhuis is ontsnapt. En daarna bij iemand was ingebroken en zijn gaming PC had gesloopt en daarna terugging naar het gekkenhuis. Zo leek hij dus. Oké, luister, hij sloopte de PC en opeens schreeuwt hij er ook naar. What the fuck? Nummer. Freaking gestoorde gamer. 7. Kick my entire giant fat ass! You're the fat ass! No, you're the fat ass! You're the fat Oh, dat is Francis. Zoals die video van Dylan. Ass!
What is your problem? How do you keep calling me fat online? How do they know you're fat? How do they know I'm fat? Oké, die vrouw die praat. Hoe de fuck kan zij leven met hem? God damn it! Willy, hij gooit gewoon niet naar die freaking vrouw. What the fuck? Hoe kan zij leven met hem? Oh my god. Kijk hoe dik hij is. Oh my goodness. Ga sporten, man. God damn it! God damn it! What are you doing? Ja, inderdaad. What are you doing? I'm gonna show his mother. I'm gonna run over my car. You don't have a driver's license. I don't have a car either. So I'm gonna run a piece of shit over. Guy, waarschijnlijk pas je niet eens in die auto. Naar buiten met een spelcomputer en gooide die gewoon, dus literally die spelcomputer naar buiten. Oké, luister, zo'n gamer ben ik ook weer niet. Als ik boos ben, als ik een game verlies, denk ik van maar ik ga ook niet zomaar mijn PlayStation pakken en denken van naar buiten gooien. Dat ga ik ook weer niet doen. Dat is ook weer gestoord. En ondertussen ligt daar een stuk van zijn game console. Rip het game console. Ik hoop dat hij daar garantie had heeft op staan. Nee, Francis, niet doen. Die game console heeft al genoeg gehad. My god. Eerst pakt hij het game console, gaat hij ermee naar buiten en smasht hij op de grond. En dan vervolgens slaat hij ermee met zijn freaking gaming gitaar. What the hell is er met deze wereld? Zijn gitaar is ondertussen ook gebroken, zoals jullie konden zien. Francis, the neighbors are watching. Beste gamers die dit kijken, word niet zo gestoord als deze guy. Ga je gamecontrole niet pakken, op de grond gooien en vervolgens ook slaan met een gaming gitaar. Dan zeg je zo van, what? What do you want? What the fuck, mom? What the hell is er mis met jou? Yeah. You want some? En vervolgens schopt hij er nog tegenaan. Wat is er mis met deze guy? Ik bedoel, wat? Hij is al dik, maar wat? Nummer 6. 6, oké. Gooide hij literally zijn PlayStation uit het raam? Hopelijk heb je daar garantie op staan, gast. Hij gaat hier spijt van krijgen. Wedden? Gast, gooi je laptop en je tv en al je technologie ook gelijk uit het raam, oké? Nummer 5. Oké, 5 is mijn geluksgetal, dus alsjeblieft maak 5 niet te erg. Oh, sweet, the leather belt drop. Thank God, I've been waiting for that thing for so long. What the fuck? You stole my fucking leather belt! Fuck! Fuck! Luister, die guy die naast hem zat, die deed gewoon niks. Als ik daar zat, ging die guy vasthouden. Zei, calm down, alright? Ik bedoel, seriously, die guy deed niks. Nummer 4. Dobra, ja idę na środek, zasmoka i wbijasz za mną.
Dan wbijaj! Kurwa, patrz, wbijaj! No, kurwa, dobry pies. Dobra, no, jadę cię na domek. Gdzie on kurwa jest? No, już trzyma to jebana, suko pierdolona. Ik dacht aan het begin, deze valt wel mee, maar... Wat? Goed dat je het al goed... Gast, doe rustig, het is maar een computer. Doe rustig. Nee, alsjeblieft, nee. Niet uit het raam gooien, man. Nee. Oké, mensen. Oké, deze guy heeft zojuist een freaking PC uit het raam gegooid. What the hell? En de PC ligt nu op de weg. Waarschijnlijk rijdt er een auto overheen en is hij helemaal kapot. En die guy zal waarschijnlijk denken, oh no, waarom heb ik mijn PC uit het raam gegooid? Nu heb ik spijt. Ja, doe je raam ook maar dicht, hè. Nummer 3. Waar hadden we zojuist die cameraman slaan? Nummer 3. Oké, dit zijn gamers. Ik gok. Eén wordt agressief. Die wordt agressief. Of die, of allebei tegelijk. Nou, kijk. Nee, dat is een beetje slaan. Hey! Christian, jongen. Wat de hel? What the hell? Oké, luister. Ik wist dat een van hun agressief zou worden, maar oké. Hij pakte gewoon zijn controller. Smashte die tegen de tv aan, zo van BOM! En pakte de tv en sloopte vervolgens de tv. Word alsjeblieft niet zo gestoord, mensen. Gamers die dit kijken, alsjeblieft. Word niet zo gestoord. En die guys lachen er gewoon om. Ze denken niet van, calm down. Ze blijven er ook gewoon om lachen, dat is flauw. Nummer 2. Nummer 2, oké. No! No, no! Fuck! Als ik deze mensen zo zie, dan denk ik van, waarom gamen jullie in hemelsnaam? Als je zo agressief wordt van games, waarom game je dan? Ga dan een andere hobby zoeken, zoals, weet ik veel, piano spelen, gitaar spelen, hinkelen, springtouw, weet ik veel wat. Maar mensen, deze mensen in deze video, stop alsjeblieft met gamen, straks, what the... gelijk zijn stoel om. Luister, die game en die stoel heeft je niks misdaan. Je bent gewoon gestoord, ja? Volgens mij heeft hij hier een beetje spijt. Denk van, waarom heb... Wat de hel heb ik er zojuist gedaan? Maar waarom... Ik zie echt heel veel cameramannen die echt lachen om dit. Waarom... Als ik dit zou filmen, hè? Als ik iemand zie die dat doet en ik film dat, dan ga ik daar niet om lachen. Dan ga ik gewoon zeggen van, yo, doe rustig enzovoort. Ik ga daar echt niet om lachen. Waarom lachen die mensen daarom? Doen ze daar niks aan of zo?
Smijt je headset maar ook op de grond, man. Tjong, jongen, dat is gewoon geldchantage. Je verspilt geld aan een pc, een stoel, een bureau, een headset, een game. En vervolgens sloop je die dingen. Wat? Nummer 1. Oké, luister. Ik hoop dat... luister. De andere 9 vond ik al gestoord, oké? Maar ik hoop dat nummer 1 een beetje normaal kan blijven. Oké, my mom just canceled my brother's World of Warcraft account. And he is flipping out. She never had one! Oh my god. You're a baby boy! Die guy die eerst filmde. Waarschijnlijk had hij zijn game uitgedaan terwijl die heel fair was. Of hij wou net een account aanmaken. Of nou ja, iets belangrijks. En dan zet hij de game uit, zeg maar. Dat denk ik, want ik had het niet kunnen zien. En vervolgens doet hij die woede. Oké, luister. Broers hebben wel eens ruzie, oké? Maar alsjeblieft zeg, kom op. Je gaat toch niet zo op reageren? Wat? Oké, luister. Ik heb veel boze mensen gezien, maar nooit deze guy. What? Hoe de hel doet hij? Volgens mij is hij hier een beetje gekalmeerd, of is het weer fout? Hier ging hij waarschijnlijk zijn broer in elkaar staan of zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je hem nou leuk hebben gevonden, laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot snel in een andere video. Oké. Mensen. Geen één van deze 10 bleef normaal. Geen één. Geen één. Oh my god. Gamers die dit kijken. Als jullie deze gamers hebben gezien, hè? Wordt er als je... Ga niet je pc uit het raam gooien. Ga niet je PlayStation uit het raam gooien. Ga niet een kamer in en vervolgens... Wat? Mensen, dit was de video. En wordt niet gestoord zoals deze gamers, zoals jullie in deze video hadden gezien. En geef een like. En zet hashtag ik ben niet zo... Als deze gamers. Als je niet zo bent. Als je gewoon een normale chille gamer bent. Dus mensen. Abonneer. Geef een like. En zet hashtag ik ben niet zo'n gamer. In de reacties als je niet zo'n gamer bent. Later.